Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En deze video heb ik weer een toffe presentatie voor je gemaakt. En deze gaat, hoe start je als beginner jouw eigen dropshipping business? Nou, je ziet natuurlijk heel veel praten over Shopify dropshipping en het verkopen van producten online. En ja, daar ga ik je vandaag bij helpen hoe je daar een start mee in kan maken. En ja, hoe je dat nou op de beste manier kan doen. Nou, de afgelopen jaren heb ik 200 mensen succesvol 1-op-1 mogen coachen in Shopify, dropshipping, e-commerce in het algemeen. Dus ik weet echt wel waar ik over praat en ik doe dit zelf al 4-5 jaar ondertussen. Nou, de e-commerce markt is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Enorm hard sinds corona 2020, sinds dat ik er zelf mee ben begonnen, is het alleen maar in een stijgende lijn gegaan. En dat zal de komende jaren ook zo blijven gaan, hoogstwaarschijnlijk. En dat is waarom jij nu deze Digital Gold Rush kans moet gaan pakken. Omdat ja, nu is gewoon het moment om daarmee aan de slag te gaan voordat je straks te laat bent. Nou, je ziet dus dat die ontzettend hard is gegroeid. En je ziet hier 2005 2,8 biljoen en dat zit nu 30. Dus eigenlijk in 15, 16 jaar tijd zijn we meer dan 10 gegaan. Keer 15 zelfs zo. Dus moet je nagaan, in zo'n korte tijd verdubbelt het zo snel en gaat het zo hard. En ja, dat is ook de reden waarom jij nu op deze kans wil inspringen natuurlijk. Nou, gaat vandaag de dag 6 keer zoveel geld online om ten opzichte van toen ik begon. Dus dat is ja, best wel veel. En ja, dat groeit natuurlijk super hard. En dat is ook een van de redenen waarom het zo'n goed businessmodel is. Want er blijft steeds meer vraag naar en zo kun jij dus een deel van de taart mee gaan pikken. Nou, de mensen die roepen die het waarschijnlijk niet meer werkt, gebruiken waarschijnlijk een zeer oude strategie die ook niet meer werkt. Waardoor ze niet de resultaten krijgen die ze willen. Of ze hebben het zelf nooit geprobeerd, of ze hebben het maar 2 weken geprobeerd. Dus ja, vandaar dat heel veel mensen zeggen dat het dood is, maar dat is absoluut niet zo. In deze video ga ik je dus laten zien hoe dropshipping dus werkt en hoe je een succesvolle online business nog kan opzetten in 2024. Nou, wat we uiteindelijk gaan behandelen in deze video, wat is dropshipping nou precies en wat zijn de voordelen van een online business met dropshipping? Nou, dit is het dropshipping model uiteindelijk. Dan zie je hier de klant, hier zie je de dropshipping store en de supplier. Nou, de klant gaat naar de dropshipping store via een advertentie en daar plaatst hij dus een bestelling. En de dropshipping store, jij in dit geval, plaatst een bestelling bij de leverancier en de leverancier stuurt het rechtstreeks naar de klant. En het is gewoon meer een logistiek model dan een business model, eerlijk gezegd. Maar het is gewoon een heel makkelijke manier om zonder voorraad te starten. Dus we zoeken producten online. En deze kan je dus verkopen op je eigen webshop. En wat zijn dan de voordelen van dropshipping hierbij? Het heeft super lage opstartkosten. Je hoeft uiteindelijk ook geen producten in te kopen, te verzenden of op te slaan. Het is zo onbeperkt schaalbaar. Je kan in bijna ieder land verkopen online met je producten. Je hebt geen kennis of ervaring nodig om hiermee te starten. En het is een semi-passieve inkomstenbron. Tuurlijk moet je er wat voor doen, maar het kan ook op automatische piloot doorleren. En je leert alle belangrijkste skills van ondernemen. Sales, marketing en delivery. Het is 100% locatie onafhankelijk en dan kan jij net als ik ook wonen in Bali of waar je ook wil zitten op deze wereld. Nou, je hebt uiteindelijk 3 type webshops. Je hebt de One Product Store, dat is een webshop waar je 1 product aanbiedt met upsells. Je hebt de Niche Store, dat is een webshop waarin je binnen 1 categorie verkoopt, zoals bijvoorbeeld fitness, dus je verkoopt alleen maar fitnessartikelen. Je hebt een General Store, dus je verkoopt allerlei soorten producten. En wat mijn advies is, om te starten met een General Store. Hierdoor kan je dus veel producten gaan testen in veel verschillende niches en kan je kijken wat het beste aanslaat en van daaruit een Niche Store of een One Product Store gaan maken in de toekomst. Nou, stap 2, het vinden van een winnend 10k plus per maand product. En ja, je hebt echt maar 1 product nodig om je hele leven compleet te gaan veranderen. Denk aan de 80-20 regel. 20% van je werk zorgt voor 80% van je resultaten. En focus daarom ook op dat wat ja, belangrijk is om te doen. Nou, dan hebben we nog winnend productcriteria. Het moet dus probleemoplossend zijn. Waar moet het aan voldoen? Wow-factor, hoog zoekvolume. Het verkoopt goed op marketplaces. Wat bedoel ik daarmee? Amazon Bol en andere afzetpartijen. Het verkoopt ook goed op dropshipping webshops. De prijsrange waarin we zoeken is tussen de 25 en de 75 euro. Nou, hoe vind je dit soort producten uiteindelijk? Dat kan via de Facebook Ads Library kan je zoeken. Je kan via TikTok Ads Library zoeken.
kan via Amazon zoeken, bol.com, TikTok Search, AliExpress, YouTube. Er zijn zoveel manieren om producten te zoeken en maak het ook niet moeilijker dan dat het is. Nou, je hebt voorbeeld, heb ik hier natuurlijk bijvoorbeeld een iPhone oplader. En die is al heel goed verkocht zoals je ziet. En je hebt hier dus een hoesje die dus zichzelf oplaadt, wat het extra uniek maakt. Dus het ziet er ook wel redelijk nice uit ook. Dus dat is een voorbeeld van bijvoorbeeld een winnend product. Oké, nou dan heb je dus je product gevonden en je hebt je webshop gebouwd. Nu is het tijd om ads te gaan draaien. En ja, je gaat deze producten dus adverteren aan mensen die het echt willen kopen. Nou, er zijn dus verschillende manieren om dat te doen, maar de meest effectieve methode, naar mijn mening, is nog steeds Meta. Dat zijn Facebook en Instagram ads en die werken persoonlijk voor mij al jaren het beste. Er zijn mensen die via TikTok of Pinterest of zelfs Google adverteren, maar Facebook werkt voor mij het beste en dat zie ik ook bij al mijn klanten, dus vandaar dat we daarop inspelen. Nou, drie simpele stappen tot dropshipping succes. Nou, stap 1 is producten zoeken die minimaal 10.000 plus per maand gaan opleveren. Een converterende webshop opbouwen waarin je vreemden omtovert tot je klanten. En adverteren op grote social media accounts. In deze drie stappen kan je dus succesvol worden met Shopify dropshipping. Of welke host je dan ook gebruikt. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Like en abonneer. Hieronder kan je een call inplannen. Helemaal gratis. Gratis gameplan call. Met mij of iemand van mijn team. En hieronder kan je ook joinen richting mijn gratis Facebookgroep community die ik heb. Join die zeker hieronder en dan spreek je snel. Ciao, ciao.